Welkom bij het Unity TV Nieuws weekoverzicht. De meeuwen laten zich vandaag niet zien op deze daken in de Stevenshof. Misschien ook wel logisch, want deze netten moeten het voor de dieren onaantrekkelijk maken om hier een nest te bouwen. Wij hebben deze netten bedacht naar een aanleiding van vragen vanuit de woningcorporaties. Met name van, joh, kunnen wij wat doen aan de meeuwenoverlast die er op de daken is. Met name in het broedseizoen, zodra de nesten gebouwd worden, de jongen geboren zijn, ja, dan zijn de meeuwen erg actief en vallen ze onder andere de bewoners aan. Bewoner Ron Stol was een van de mensen die een klacht indiende bij woningcorporatie De Sleutels. De meeuwen, dat is in de periode van eind april, eind augustus, is dat geen doen. Loop met een valhelm om een gegeven moment, of hoe heet het, om van de galerij of terug te gaan. Want ze vallen je aan? Ja, ze vallen aan. Wat vindt u van het beest, de meeuw? Ja, ik vind het een prachtige vogel, als je me heel eerlijk vraagt. En heel zorgzaam voor zijn jongen ook. En, alleen ja, ik constateer ook op daken dat hij ook de boel flink kan verstieren. Hij verstopt hemelwater afvoeren, waardoor je lekkage kan krijgen en dat soort dingen. Dus ik snap heel goed dat mensen hem niet op hun eigen dak willen. Voorlopig lijkt het spannen van netten op deze daken goed te werken. Nou, is voor deze oplossing gekozen, perfect. Het spannen van netten. Perfect, echt perfect. Als ze dat nou nog even met hopelijk bij hier meerdere woningen gaan doen. Misschien zijn de meeuwen dan richting waar ze naartoe komen en waar ze vandaan komen. Of ze zitten gewoon een paar daken verderop. Je ziet ze overal. De fidget spinners. Een nieuwe rage. En bijna ieder kind heeft er al één. Ze zijn in de Leidse regio dan ook haast niet meer verkrijgbaar. Het is echt de rage eigenlijk van dit moment. Ik denk dat je het nu overal wel hoort en ziet. En zeker op schoolpleinen. Ja, bijna elk kind ja, heeft er wel één of meerdere, want ja, ze zijn natuurlijk in meerdere kleurtjes beschikbaar. En het is ook alweer leuk om met meerdere spinners tegelijkertijd te spelen. De vraag is echt extreem hoog, juist omdat iedereen ze wil hebben. En je ziet met name in de traditionele kanalen waar mensen zoeken, de speelgoedwinkels, dat het daar echt helemaal uitverkocht is. Er zijn echt wachtrijen voor. Ja, ze zijn daar ook eigenlijk niet aan te slepen. De praxis in Leiderdorp is ook maar begonnen met ze te verkopen. Wij merkten vlak voor het weekend dat er een ontzettende run was op spinners. Er was heel veel vraag naar. En via konden wij eraan komen. En de hele omgeving hier heeft niemand ze meer. En wij hebben, zoals jullie zien, nog een hele bak vol met spinners. Ja, ze moeten nog even ontdekken dat wij als bouwmarkt ook spinners verkopen. Want het is natuurlijk niet onze core business. Maar langzamerhand wordt het bekend. En als het schaars is, dan komen ze vanzelf hier naartoe. En de kinderen zijn uiteraard ontzettend blij met het speelgoed. Ik vind het gewoon zo leuk. Je kan het zo draaien en dan loslaten. En je kan het ook op je knie houden. En je kan er gewoon heel veel speltjes mee. Ik wil eigenlijk heel veel spinners en dat heb ik ook. Hoe lang de rage stand houdt, dat is nog maar de vraag. Ja, het kan zo misschien 3 maanden aanhouden, misschien ook 3 weken. Maar ja, als je kijkt, het product bestaat al meer dan 20 jaar. Maar ja, wij verwachten eigenlijk dat die rage nog wel tot begin van de zomervakantie aanhoudt. Ongeveer 400 bovenbouwers van basisscholen uit het hele land melden zich vanochtend bij Bioscoop Trianon in Leiden. Op het programma staan 10 films met als thema vrede en vrijheid. Een van de scholen die meedoen aan het project is de Leidse basisschool De Arcade. Hey, als ik jou nou vraag wat je hebt geleerd over vrede en veiligheid, wat is dat dan? Nou, dat wij heel blij moeten zijn in Nederland dat wij vrede en veiligheid hebben. Want dat is niet in alle landen zo. Waar gaat jullie film nou over? Over meisjes die helemaal niks kunnen. Vooral in Afghanistan, die mogen daar ook niet naar school. En eigenlijk zijn jongens heel erg veel beter dan meisjes. Kunnen wij misschien helpen? En jullie? Gaan we lekker brood bakken? Het gaat over dat er een groepje soldaten in een ander land in een oorlogsgebied helpt. En daar zit dus ook een meisje tussen, alleen dat ziet de lokale bevolking niet. Tot het moment dat ze na een hulpactie hun helm afzetten. De meiden zijn dan rolmodellen geworden voor de lokale bevolking. De jury heeft niet lang nodig om de film uit te kiezen die naar de finale in Amsterdam gaat. Ik ben Maaike van der Aa!
heel knap vond, is dat die kinderen zich konden inleven in een situatie die wij hier nu niet hebben. En dat is waarin vrouwen eigenlijk geen rechten hebben. En dat deden ze heel knap. En het is een van de films waarbij ik echt een brok in mijn keel kreeg. Dus dat vond ik er heel bijzonder aan. Het is gelukt, jullie gaan door. Ja! Echt superleuk! Dinsdag werd het beste stage-leerbedrijf van de regio bekendgemaakt. En een van de genomineerden was Andreas Kappers uit Voorschoten. We zijn eerst genomineerd en daarna moesten we een presentatie geven voor de jury. En vervolgens werden we op het podium uitgenodigd. En daar werd de winnaar bekendgemaakt. En die winnaar is Andreas Kappers. Ja, ik ben heel blij ermee. Ja. Ik vond het leuk toen we ermee bezig waren, maar het is fenomenaal als je wint. Ja. Het is echt een eer. Het is een grote eer. En ja, wat is nou Jolanda haar geheim om het beste leerbedrijf te worden? Nou, het geheim heb ik begrepen van de jury was dat we... Ik geef heel veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van junioren. En uiteraard het vak. Ik vind het heel belangrijk dat iemand goed wordt opgeleid in zijn vak. Want daardoor, als je goed bent in je vak, heb je meer plezier in je werk. En daarnaast geef ik ook aandacht aan een andere ontwikkeling naast het kappersvak. Dus als iemand webdesigner leuk vindt of communicatie of coaching of dergelijke, dan geven we daar ook aandacht voor. En de jury vond dat bepalend genoeg. En de stagiaires zelf zijn ook heel tevreden. Nou, ik vond het echt super gaaf. Ik heb ook echt naar mijn zin hier. We mogen hier heel veel trainen. En ze geven ons heel veel tip. En ook voor, want we hebben binnenkort ook examen. Dus ze geven ons echt alles, uitleg van alles. Dus echt top. Ja, super gaaf. Heel leuk. Ja, ik ben er trots op dat ik hier mag werken. Ze geven super veel begeleiding. En ze helpen me als ik vragen heb. Ik kan altijd alles vragen als ik natuurlijk vragen heb. Dus dat is wel gaaf. Ik loop hier nu sinds december stage. Ik ben eigenlijk bijna klaar. 1 juni dan heb ik, als het goed is, bijna mijn diploma in mijn handen. Dus dat zou wel gaaf zijn. Ik blijf hier lekker werken. En ik heb het naar mijn zin, dus waarom zou ik weggaan natuurlijk? Ja. LVV Football Factory is een snelgroeiende studentenvoetbalvereniging. Binnenkort komt er een Haagse afdeling. En wij gingen even langs bij de voorzitter van LVV. LVV Football Factory is een studentenvoetbalvereniging die zeg maar eigenlijk alle studenten in de Leidse regio bedient. We zijn in 2008 opgericht en nu 9 jaar later. Het is vandaag de verjaardag, hè, voor Football Factory. Hebben we meer dan 13 teams. Dus ik denk dat die groeicurve wel redelijk bijzonder is voor een voetbalclub. Ja. De nieuwe tak in Den Haag, HVV Football Factory, komt voort uit de snelle groei van LVV. We hebben gekozen voor Den Haag, omdat het Den Haag wordt een hele grote studentenstad. En Universiteit Leiden heeft ook natuurlijk Campus Den Haag nu. Hele grote studierichtingen daar. En eigenlijk is het potentieel van Den Haag immens. En wij vinden gewoon dat als voetbalfactory moeten we ook zeg maar die studenten bedienen. HVV gaat komend seizoen al van start. Dus we hebben in principe alles rond. De KVB is op de hoogte. De gemeente Den Haag is akkoord. We zijn overeengekomen met de vereniging met wie we gaan samenwerken. In principe is er geen... Is er niks meer wat ons in de weg staat om daar te beginnen? We hebben 3 teams. En de verwachting is dat we zelf nog wel meer teams kunnen laten strijken op de Haagse accommodatie. En de reden van de snelle groei van LVV? Ik denk dat het komt omdat het heel duidelijk is wat voor een doelgroep we hebben. Dat is studenten. Dus het is ook gewoon duidelijk dat ze hierheen kunnen. En we zijn natuurlijk verbonden met de Universiteit Leiden. Dus ze kunnen met een lidmaatschap... van het universitair sportcomplex kunnen ze ook direct zeg maar, ook bij ons gaan voetballen. Dus dat helpt. En ik denk ook dat qua visie en qua beleid we anders zijn dan zeg maar de andere clubs in de Leidse regio. Waarbij we veel inspelen op zeg maar, onze jonge doelgroep. Activiteiten die ze graag willen doen. Niet alleen voetballen, maar ook plezier hebben. Ook een borrel of een feest of een leuke bijeenkomst met een barbecue'tje. Maar ook andere activiteiten qua... dat we wat regelen, zeg maar, een toernooi in China of zo, recentelijk. Kringloopwinkel Soek in Oegstgeest doneert jaarlijks een bedrag aan een goed doel. En dit jaar werd maar liefst €7500 gedoneerd. Dat is heen gegaan naar de stichting Fietsmaatjes Oegstgeest.
En Stichting Fietsmeisjes Oesgeest had al 1 elektrische durofiets en kunnen hiermee, met toch een heel klein beetje geld van de andere burgers uit Oesgeest, weer een nieuwe duo elektrische fiets aanschaffen. Ja, het idee erachter is dat wij als Zoek volledig met vrijwilligers werken. En die vrijwilligers motiveren we doordat wat ze doen hier gratis, dat de opbrengst daarvan naar een ander maatschappelijk initiatief in Oesgeest doorgaat. Marijke in het veld van Fietsmaatjes Oegstgeest is blij met de donatie. Ik kan het bijna niet uitdrukken hoe blij, want we hebben nog nooit zo'n grote donatie gehad. En een fiets, zo'n duo fiets, kost bijna 12.000 euro. Want het is een elektrisch aangedreven fiets met allerlei speciale voorzieningen erop voor de minder valide. En als je er 7.500 euro van de Zoek krijgt, dan heb je dus al een halve fiets bijna bij elkaar. Dus het is fantastisch. Meer dan fantastisch. En het leuke vind ik, de Zoek is een organisatie ook draaiend op vrijwilligers. Spulletjes uit Oesgeest komen terug bij een vrijwilligersorganisatie in Oesgeest. Het is definitief sociaal gebeuren bij Zoek. En we zijn er trots op dat we dat kunnen doen voor een goed doel. Want als je dus al de doelen hebt die je zegt, waarvan je zegt van 1 euro of 10 euro of 6 euro voor wat anders, dat zet niet aan. Eén keer een goed bedrag, dat is leuk. Maar wat doet Fietsmaatjes Oegstgeest nou? Fietsmaatjes fietst met mensen die minder valide zijn of tijdelijk minder valide of niet meer zelf de straat op durven te gaan, niet zelf de fiets op durven te gaan. En dan zit je naast elkaar te fietsen en dan kun je lekker een eentje wegfietsen, de Bollestreek in naar een oude plek waar je herinneringen hebt. En je zit naast elkaar, dus je hebt ook een heel leuk gesprek met elkaar. En het gaat erom om mensen uit hun isolement te halen, vooral de wat oudere bewoners van Oesgeest. En we leven van donaties, want we zijn absoluut een complete vrijwilligersorganisatie. De toekomst van kringloopwinkel Zoek is overigens onzeker, omdat ze hun huidige pand moeten gaan verlaten. Ja, we moeten dit pand uit, dat wisten we ook van tevoren, eind van dit jaar. Maar ja, gegeven onze doelstelling en daar blijven we ons aan houden, kunnen we wel wat huur betalen, maar niet een huur om bijvoorbeeld echt commercieel te huren. Dus ze zullen het van panden moeten hebben die in Oesgeest leeg staan. En dat zijn er niet zoveel, maar er zijn er wel een paar. En daar gaan we dus stevig mee aan de praat. Na de voedselbank is er nu ook de Little Free Pantry. Vrij vertaald de kleine gratis voorraadkast. De eerste staat op het Van Riebeekhof in Leiden. Het principe is simpel. Heb je houdbare levensmiddelen over, dan kun je die achterlaten in de kleine gratis voorraadkast. Deze is 24 uur per dag open en inderdaad, je hoeft nergens voor te betalen. Initiatiefneemster Mirjam Ravensbergen legt vanuit Duitsland zelf uit hoe het werkt. Soms heb je een pakje rijst over, of een blikje tomaten, of een blik fruit, maar het is er maar één. En die ga je dan ook niet naar de voedselbank brengen, want dan voel je je ook een beetje, ja, ik heb maar één ding. Dit maakt het gewoon heel makkelijk voor iedereen. Het is 24 uur per dag open. Je kan er iets inzetten, je kan er iets uithalen. Het maakt niet uit, het geeft niet. Als je nodig hebt, heb je het nodig. Hebben we je ermee geholpen, ben ik blij. Maar nog niet iedereen is bekend met de Little Free Pantry. Ik zou nog niet. Ik kan daar iets pakken, neem ik aan. Het wordt zeg maar gebruikt meer bij kerken om boekjes daar neer te leggen. En als je lezen, dan kom jij terug. Gooi jij die boek, die heb jij gelezen en neem je een ander boek. Het is een soort. Neem je mee en breng je terug. Alleen is dit dus voor houdbare levensmiddelen. Ik heb er zelf ook wat uit laten pakken door mijn zoon en mijn schoondochter. En ik heb thuis gelijk wat gekeken wat ik te veel had. En dat waren heel veel sperziebonen en die hebben we erin laten zetten. Ja, dat lijkt me hartstikke goed voor die mensen. Maar veel mensen hebben hier te weinig geld. Veel mensen zitten in een moeilijke situatie. Als wij niet zeg maar, samen gaan werken om zeg maar, die mensen, de situatie voor die mensen te verbeteren... Ja, dan zijn we echt geen mens. Nog wel een paar opstartproblemen. Ik vind het jammer dat die niet gelijk aangevuld wordt als er iets uitgehaald wordt. Want volgens mij is dat wel de bedoeling. Is dat niet gevaarlijk? Gevaarlijk in welke zin? Nou ja, houdbaarheidsdatum, mensen die dat niet vertrouwen. Of, Het is inderdaad iets te warm voor het mooie. Want ik zie nu koffiemelk erin staan, houdbare koffiemelk. Maar ook dat kan zuur worden volgens mij. En tot zover het Unity TV Nieuws weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website www.unity.nu.